De laatste tijd word ik de hele tijd lastiggevallen door mensen die een heel populair boek lezen van een natuurkundige die heel systematisch ons probeert wijs te maken dat tijd überhaupt niet bestaat. Dat het hele concept van tijd, zoals we dat ervaren, dat houdt eigenlijk helemaal niks in. Tijd is nou eenmaal gewoon ruimtetijd, wat als een soort laken uitgespreid ligt over het universum. En de zwaartekracht trekt daar een beetje aan en geeft daar een beetje een richting aan. Maar het idee dat de tijd op de klok af te lezen is, is echt volslagen onzin. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een zinnetje dat er de hele tijd bij opkomt is: tijd is, wat dat betreft, a human construct, een menselijk construct. We hebben het gewoon voor onszelf bedacht, een sociaal construct. We hebben het voor onszelf bedacht om het nuttig te maken. Dus dat hele idee van die ruimtetijd, dat is hartstikke leuk. Maar als je op het vliegveld zit te wachten op je vliegtuig, heb je daar bar weinig aan. Want je zult nog steeds jezelf ontzettend vervelen, omdat er niks te doen is. Dus hoe ga je om met, nou ja, die vervelende stilte, met die vervelende momenten van verveling? En wat gebeurt er in je brein waardoor je dit ervaart als zo ontzettend lang? Niels zei het al een klein beetje. Tijd is iets wat ontzettend flexibel is. En dat maakt het voor ons cognitief neurowetenschappers zo ontzettend interessant. Want wat betekent tijd nou voor een cognitief neurowetenschapper? En waarom zijn we überhaupt geïnteresseerd in tijd? We nemen tijd waar. Tijd is iets wat ons brein registreert en dat heeft betekenis en dat geeft betekenis. Het ene moment wat natuurlijk in ons opkomt is het moment dat Niels hier stond en een hele lange pauze liet vallen. De Engelse naam hiervoor die ik heel mooi vind is een pregnant pause. Dat is namelijk een pauze die iets met zich meedraagt. En dat is de betekenis die we aan die pauze geven. Ik geef jezelf altijd het voorbeeld van pokerspelers die elkaars intuïtie proberen te lezen of iemand een goede hand heeft of niet. En puur de timing van iemands acties, de minuscule verschillen in kijken en je chips pakken en iets gaan doen, is al informatief over wat de hand van die persoon is. Dus tijd heeft betekenis, tijd draagt betekenis en tijd geeft betekenis aan dingen. En ons brein interpreteert die betekenis en interpreteert situaties op die manier. De andere tak van sport, die het voor een cognitief neuropsycholoog goed maakt of interessant maakt om naar tijd te kijken, is dat we ook handelen naar tijd. Het hele idee van de schaatser, de sprinter die klaarstaat, ready, schot. De timing tussen ready en het schot is ontzettend belangrijk voor de mate waarin deze schaatser klaar is om van start te gaan. Maar wat gebeurt er dan precies? Waarom kan die schaatser niet überhaupt klaar zijn vanaf het moment dat er ready is? Waarom maakt die timing zo ontzettend veel uit? Nou, dat is het soort vragen waar de cognitief neuropsycholoog zich op richt. En een iets andere, je kan natuurlijk als cognitief neurowetenschapper je op van alles richten, maar andere redenen om je op tijd te richten als tijdsperceptie is dat tijd dus inderdaad zo ontzettend buigbaar is. Dat idee van tijd, dat dingen lang voelen of kort voelen, dat is iets wat beïnvloed wordt door allerlei rare factoren. En dat is op zich heel interessant, aangezien ik net met twee voorbeelden kwam waarin minuscule verschillen in tijd een verschil maken in winst of verlies in het pokerspel of in het schaatsen. Ziet hier een meisje dat aan het spelen is in de plassen, heeft het hartstikke naar de zin, heeft geen enkele aandacht voor de tijd. Waarschijnlijk is zij niet om 5 uur thuis, zoals wordt afgesproken. Want ze heeft gewoon geen enkel moment gedacht aan de tijd. Wat dat betreft is dus het idee van time flies when you're having fun, de tijd vliegt als je het gezellig hebt, is voor een heel groot deel een kwestie van aandacht. Tijd is net zoiets als ademhalen. Op het moment dat je er niet aan denkt, ben je er helemaal niet mee bezig. En dus op het moment dat je je aandacht gaat richten op, goh, hoe lang duurt het nou al, zul je tijd als langer waarnemen. Je hebt gewoon meer momenten waarop je aan het denken bent aan de tijd, waardoor iets automatisch als langer voelt duren.
Verder is er nog een ander aspect aan time flies when you're having fun. En dat is dat verhoogde staten van emotie zorgen er ook voor dat voor je gevoel de tijd een stuk sneller gaat. Er gebeuren allemaal interessante dingen om je heen, allemaal spannende gebeurtenissen. Die worden allemaal geregistreerd en dat voelt allemaal als verandering. Er gebeurt van alles. We zijn gewend dat ons leven zich ontwikkelt met een bepaald tempo over de tijd. Dus als die ontwikkelingen zich ineens veel sneller op elkaar opvolgen, dan wekt dat het gevoel dat de tijd veel sneller gaat. Nou, zo zijn er nog andere factoren, zoals bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur is van invloed op hoe je de tijd ervaart, hoe je intervallen ervaart. En fysische eigenschappen. We doen hele simpele experimenten waarbij we mensen laten op een knop laten drukken. We presenteren een stimulus op het scherm en we zeggen druk na 2 seconden op de knop. Als die stimulus feller is, dan zullen ze sneller op de knop drukken. Dus dan gaat hun interne klok sneller lopen. Simpelweg omdat een fellere lichtstimulus in het brein het klokje sneller laat lopen. Dat is natuurlijk heel erg onhandig als onze tijd zo ontzettend buigbaar is. En verder is onze tijd, ons gevoel van tijd, hoe lang dingen duren, wordt ook heel erg bepaald door onze eerdere ervaringen met dezelfde situatie, met dezelfde stimulus. Dus het simpele idee, je bent een avondje uit, hoe lang duurt het? Nou, hoe lang was je de vorige keer uit? Simpelweg, die eerdere ervaringen beïnvloeden hoe lang je op dat moment denkt dat je bezig bent met een bepaalde activiteit. Dus het geheugen speelt ook een ontzettend sterke rol in onze tijdservaring. En wat ik hier zo ontzettend boeiend aan vind, is dat dit allemaal dingen zijn waar we zelf totaal geen controle over lijken te hebben. We zijn hier dus helemaal niet in staat om dit zelf te beïnvloeden. Behalve misschien dat eerste punt aandacht, maar daar kom ik op het einde misschien nog op terug. Nou ja, het rare, het vervelende en verwarrende aan tijd is dat het op zo ontzettend veel verschillende schalen onderzocht kan worden. Aan de ene kant heb je de drummer die bezig is met de beat. Dat is een heel kort interval waar die ontzettend actief mee bezig is met dat in stand te houden. Steeds maar weer zelf, wanneer sla ik op de snare drum? Het vangen van een bal is ook iets. Je ziet de bal op je afkomen, je neemt een inschatting van wanneer die bij je is en dan vang je hem. Daar gebruik je ook je gevoel van tijd voor om de snelheid van die bal in te schatten. Maar dat is een heel andere vraag dan hoe lang is het geleden dat je met je moeder hebt gebeld? Je moeder zegt je belt nooit. Hoe lang is dat geleden? Of op een nog grotere schaal, waarom vliegt de tijd naarmate je ouder wordt? En dit is een rare, hè? Want nu zeg ik de tijd vliegt naarmate je ouder wordt. De standaardverklaring hiervoor, die mensen altijd geven, is dat dat komt omdat in vergelijking met jongere mensen, oudere mensen niet zo heel veel nieuwe dingen meer meemaken. De jongere mensen die slaan allerlei nieuwe ervaringen op, elke dag leren ze weer iets nieuws. Dat voelt allemaal als nieuwe ervaringen. En daardoor lijkt hun leven, nou ja, trager te gaan. Oudere mensen die een wat minder enerverend leven hebben met veel nieuwe ervaringen die ze opslaan, goh, het is alweer 2022. Maar dat lijkt een beetje in contrast met het idee van het feest. Want ik zei ook dat de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. En als je ontzettend veel nieuwe ervaringen tegelijkertijd opdoet. Dus wanneer vliegt de tijd nou? Is het nou als je het naar je zin hebt en veel nieuwe ervaringen opdoet? Of juist als je ouder bent en geen nieuwe ervaringen opdoet? Dit is een heel verwarrend construct in hoe wij praten over tijd. Want het ene is in het moment zelf, het prospectieve tijd bijhouden. En het andere is hoe wij praten over tijd in relatie tot geheugen, het retrospectieve tijd bijhouden. En een berucht of bekend voorbeeld hiervan is de holiday paradox, de vakantieparadox. Je hebt het ontzettend druk, je hebt het ontzettend, je bent ontzettend gestrest met je werk, je maakt van alles mee. En op een gegeven moment ga je op vakantie. En je ligt op het strand en elke dag lijkt eindeloos te duren, want er gebeurt helemaal niks. En je hoeft nergens aan te denken en het is fantastisch en het is traag. En je denkt, wat heerlijk, wat ben ik lang op vakantie geweest. Dan kom je terug van vakantie, voelt alsof de hele week voorbij is gevlogen.
Terwijl in het moment zelf ging de tijd heel langzaam, want er gebeurde helemaal niet zoveel. Maar erop terugdenkend, ja, je hebt misschien 1, 2, 3 unieke herinneringen opgeslagen van die dag, maar je lag gewoon op het strand. Dus verder, er zit dus een discrepantie in hoe wij praten over de tijd vliegt. Aan de ene kant vliegt de tijd soms in het moment. Dat betekent meestal dat als je erop terugdenkt, dat het juist heel lang leek te duren. En andersom. Dus dat is een beetje het moeilijke in het communiceren over hoe het brein omgaat met de tijd. Dan ga ik nu naar wat meer fundamentele vragen. En ik ga me dan vooral focussen op het idee van de prospectieve timing. Als je echt getimed gedrag moet vertonen en als je timing moet waarnemen in het moment zelf. Dan zijn er twee vragen die het veld soort van domineren. Waar zitten de klokken? De metronoom in je hoofd, het orgaan dat de tijd bijhoudt, waar zit dat? En hoe beïnvloeden die klokken nou je gedrag? Nou, dit is waar zitten de klokken, is nou precies zo'n vraag waar cognitief neurowetenschappers zich mee bezighouden. We kijken naar het brein en we zien dat als een enorme kwab met allerlei verschillende onderdelen, zit vol met neuronen. En dan gaan we het vervolgens in stukjes opdelen. Allerlei onderdelen die allemaal hun eigen functie hebben. Dus hier achterin in het groen, de occipital lobe, de occipitaal kwab, daar zit zicht. Dus informatie komt vanuit de ogen, de retina, gaat het naar achter in het brein en daar wordt het stukje voor stukje verwerkt. En dat is het stuk van het brein dat visuele informatieverwerking doet. Dan heb je bijvoorbeeld aan de zijkant de temporaal kwab, daar zit het lange termijn geheugen min of meer. En daar zit ook een gebied dat bijvoorbeeld tonen verwerkt op een bepaalde manier. Dus zo delen cognitief neurowetenschappers als het ware het brein in door te kijken wat er gebeurt als er stukjes kapot gaan of door mensen in MRI-scanners te stoppen en te kijken waar worden de neuronen actief op het moment dat we mensen bepaalde type taken laten doen. Dus zo krijgen we een beetje een atlas van waar dingen zitten in het brein en daar proberen we dan verder mee te gaan. Verder gaan, daar bedoel ik dan bijvoorbeeld mee, stel nou dat we inzoomen op dat stuk achter in het brein, de occipitaal kwab. Dan vervolgens gaan we daar gericht onderzoek aan doen. Oké, het visuele systeem zit daar achterin. Hoe is dat nou ingedeeld? Kunnen we nou bijvoorbeeld kijken naar, zit stimulus linksboven, zit dat ergens anders dan de stimulus rechtsonder? En zo bouwen we dit soort ingezoomde kleurrijke kaartjes van hoe de buitenwereld gerepresenteerd is in de visuele cortex. Nou, dat kunnen we ook op andere manieren doen, bijvoorbeeld voor die auditieve cortex. Voor die auditieve cortex kunnen we bijvoorbeeld kijken, hoge tonen en lage tonen, die staan op andere plekken in de cortex, worden daar andere neuronen actief. Dus zo bouwen we een soort van een kaart van het brein. Nou lijkt het heel simpel dat we hetzelfde zouden kunnen doen voor tijd. We presenteren gewoon iets met tijd, of we laten mensen iets doen met tijd. En dan bouwen we gewoon een leuke kaart en dan vinden we waar het zit. Het vervelende aan tijd, of misschien wel het fascinerende aan tijd, ligt er maar net aan hoe je ernaar wil kijken, is dat het eigenlijk overal zit. Dus we hebben heel lang gedacht, ik denk zo'n beetje tot 2003, dat we bijna geen goede markers van tijd kunnen vinden. Het is heel moeilijk om een experiment te bedenken om dat überhaupt in kaart te brengen. Hè? Want elk experiment heeft inherent tijd in zich. Je presenteert dingen op het scherm, dat duurt even. Dus er is altijd iets bezig in het brein met het verwerken van die tijd. Je kan het niet even uitzetten of zo, op een of andere manier. En wat we bijvoorbeeld vonden, komt uit EEG-studies. Dus dat zijn de studies waarbij mensen een soort badmuts op hebben met elektrodes erop. Die elektrodes die registreren elektrische activiteit in het brein onder de schedel. Dat is een hartstikke leuke methode. En dan vind je bijvoorbeeld dat als we, je kan het hier vrij slecht zien, maar als we bijvoorbeeld mensen een oordeel laten vellen over of een toon langer of korter duurde dan 2 seconden. Dan vinden we deze, ongeveer hier op deze elektrode, vinden we dat er activiteit groeit over de tijd. Dus dat er een negativiteit gemeten wordt die steeds sterker en sterker en sterker en sterker wordt
totdat we dat punt hebben bereikt van die 2 seconden. Dat kritieke punt, dat kritieke moment in dat experiment. Dus dat groeit en dat groeit en dat groeit tot een bepaald moment. Het lijkt te suggereren dat het brein hier in dit gebied, er zit een pijltje naar vlak daaronder getekend, de presomatische motorcortex, waarbij de neuronen steeds harder en harder en harder en harder gaan vuren, alsof ze als het ware aan het optellen zijn. Een soort zandloper die volloopt, die dus steeds meer een sterkere en sterkere zandspiegel heeft, totdat dat punt is bereikt waarop een beslissing genomen wordt op basis van de tijd. En dan stort het weer een beetje in. En als je hetzelfde experiment doet waarbij je mensen vraagt, duurde dit langer of korter dan 3 seconden, dan zie je eenzelfde stijging, maar die loopt dan veel langzamer. En die gaat naar hetzelfde punt en daarna stort het ook weer in. Dus alsof we in dat gebiedje een soort van flexibele zandloper hebben, die op een gegeven moment een bepaald punt bereikt waarop je een beslissing neemt. En dat is hoe het brein getimed gedrag vertoont. Nou, dat is 1 manier waarop het brein de tijd bij lijkt te houden. Maar zo ongeveer 10 jaar geleden vonden we ook dat er in het gebied hier een beetje, het is een beetje wat moeilijk te vertonen, want ik kan mijn vingers niet binnen in mijn hoofd krijgen, maar de hippocampus, een gebied dat sterk geassocieerd wordt met geheugen en dus ook met tijd, daar werden neuronen gemeten, in dit geval in ratten, die als je ze op een bepaalde manier sorteert, je ziet hier die rode vlek, elke rij is een neuron en die zijn gesorteerd op welk moment in de tijd ze maximaal actief zijn. Dus dan zijn er daar dus in dat gebied neuronen die, er wordt een toon vertoond en die gaan meteen vuren en dan gaan ze daarna uit. Verder zijn er ook neuronen die een seconde later gaan vuren en daarna gaan ze uit. En zo is er eigenlijk voor bijna elk interval wel een neuron dat vuurt en zegt hallo, het is 3 seconden en daarna is hij weer uit. Dus dat is een totaal andere manier om tijd te coderen. Nou, en toen was het hek een beetje van de dam, vanaf het moment dat we die methode gingen toepassen. In de laatste 10 jaar is er, ik ga hier niet op in, maar zijn er allerlei verschillende manieren gevonden waarin in allerlei verschillende gebieden in het brein de tijd op een totaal andere manier wordt bijgehouden. Het zijn allemaal neuronale systemen die anders vuren op een ander moment, waardoor je ze zou kunnen gebruiken om de tijd af te lezen. En die dus klokjes vormen. Dus de tijd zit niet op 1 bepaalde locatie of op 1 punt in het brein. De consensus lijkt een beetje te zijn dat we gewoon verspreid over het brein allerlei verschillende methoden hebben om de tijd bij te houden. Nou, dat is aan zich ontzettend interessant. Dus dit is het contrast een beetje heel bot blootgelegd. Dit is een alarmklok waarbij dus links het ouderwetse idee staat, het klokje zit bijvoorbeeld daar. En het meer moderne idee is, nee, het klokje zit overal. We hebben het gewoon helemaal uitgespreid en overal in ons brein zit het klokje. En eigenlijk is dit mechanisme dus nog, deze diagram nog steeds een beetje fout, want er zitten dus overal allerlei andere klokjes. Tijdsperceptie wordt tegenwoordig veel meer door cognitief neurowetenschappers gezien als een intrinsiek fenomeen. Gewoon puur het feit dat je dingen waarneemt, puur het feit dat je acties onderneemt, heeft inherent neuronale activiteit in zich die een dynamiek heeft. En het feit dat het die dynamiek heeft, maakt het geschikt om te gebruiken als een klokje. Maar dat wekt weer allerlei interessante vragen, want puur het feit dat neuronen anders vuren op een ander moment in de tijd, betekent nog niet dat het gebruikt wordt voor ons tijdgevoel. Dus deze moderne many clocks visie, is dat er dus overal op allerlei verschillende manieren klokken worden geïnterpreteerd, heeft eigenlijk meer vragen opgeroepen dan dat het daadwerkelijk directe antwoorden gaf. Want nu zitten we dus met allerlei verschillende mogelijke klokken en moeten we hard gaan uitzoeken welke nou toch dat uniforme gevoel van tijd geeft. Simpelweg, als ik tegen jullie zeg, na 1 seconde klappen jullie in je hand. Klaar? Beginnen nu.
zit er enige verdeling in, maar dit kunnen jullie. Dit is een taak die jullie kunnen. He, wacht even en we klappen. Maar nu zeg ik, biep, was dat korter of langer dan een seconde? Iedereen heeft daar zijn eigen mening over, maar mijn punt is hier dat we allemaal weten dat het ging om een seconde. Dus er is iets wat die twee totaal verschillende taken gemeen hebben, dat ze toch een gevoel van een seconde in ons teweeg brengen. Ondanks dat het ene is, er gebeurde helemaal niks en ik zat te wachten tot ik mocht klappen. En het andere is, ja, die man die staat daar een beetje raar te piepen op het podium. En nu voelde het als langer of korter dan een seconde. Dus waar komt toch dat uniforme gevoel van tijd vandaan op het moment dat we al die klokken met elkaar laten praten? Hoe beïnvloeden die klokken elkaar? Nou, ik heb hier dus helaas geen antwoorden op vandaag, maar dit is de staat van het veld. 10 jaar geleden, 20 jaar geleden hadden we ideetjes waar de tijd zo'n beetje zat. Nu hebben we veel te veel klokken overal in het brein gevonden. En is de staat van het veld een beetje, oké, maar hoe beïnvloeden ze elkaar? Welke bepaalt nou waar ons gevoel van tijd nou eigenlijk vandaan komt? Nou heb ik zelf een experiment gedaan dat een beetje het paradoxale idee van die many clocks redelijk in kaart kan brengen. Dat heb ik vorig jaar ergens gepubliceerd. En het idee is een beetje dat mensen hebben een taak waarin ze op het scherm zien ze een stimulus en die verdwijnt weer. Dan moeten ze even wachten, moeten ze onthouden hoe lang dat de tijd van die stimulus geduurd heeft, het interval. En daarna krijgen ze weer een stimulus en die is of korter of langer. En dat hebben we dan zo gemanipuleerd dat afhankelijk van hoe lang de eerste was, was die of 20% korter, 20% langer, dan is het makkelijk. Of 10% korter, 10% langer, dan is het moeilijker. Dus we geven gewoon allerlei verschillende intervallen en de taak voor de proefpersoon is om in te schatten, was het korter of was het langer? Dan kun je twee dingen doen. Je kunt dus aan de ene kant kijken, hoe goed kan de proefpersoon dit? Wat zegt de proefpersoon? Was het korter of langer? Tegelijkertijd gaven we mensen zo'n badmuts op. Wat zegt het brein? Zo'n badmuts waarmee we EEG kunnen meten. En ik ga in deze studie ga ik focussen, je kan met EEG op heel veel dingen focussen, maar ik ga focussen op het moment waarop ze net de tweede stimulus hebben gezien, dus het tweede interval is net voorbij, en dan zie je ongeveer in dit gebied, zie je twee positieve piekjes, die heten de P2 en de P3. Die zijn vernoemd naar dat de P dat ze positief zijn, en ze heten P2 omdat ze rond de 200 zitten, en P3 omdat die rond de 300 begint. Dat is nou eenmaal hoe EEG-onderzoekers met elkaar communiceren. Dus we kijken naar die piekjes, de P2 en de P3. We hebben naar veel meer gekeken, maar de P2 en de P3 die deden wat interessants. Dit is de ERP die we gescheiden hebben op, was het interval lang of was het kort? Gewoon absoluut, niet korter of langer dan het andere interval, maar gewoon puur was het lang of was het kort. Dat is de stippellijn versus de niet-stippellijn. En dan nog gesplit op wat zei de proefpersoon. Zei de proefpersoon dat het langer was of dat het korter was? Dan zie je hier in dat piekje een heel duidelijke ordering. Het piekje is hoger wanneer het interval lang is dan wanneer het kort is. En wanneer een proefpersoon het ook langer vindt, dan is het ook echt een heel hoog piekje. Dus je krijgt het hoogste piekje als het een lang interval is en de proefpersoon vond het ook langer. Nou, heel naïef gezien, prima. Het piekje is een teken van de subjectiviteit. Hoe hoger het piekje, hoe groter de kans dat de proefpersoon zegt, ja, dit is lang en langer. Maar als we nu kijken naar de P3, dan zie je ook een hele mooie ordering in die kleurtjes. En die ordering in die kleurtjes, die geeft aan eigenlijk wat het antwoord had moeten zijn. Dus niet wat de proefpersoon zelf als antwoord geeft, maar we zien hier een heel mooie scheiding dat de bruin-gele lijnen die liggen heel erg laag en de blauw-groene lijnen die liggen heel erg hoog. En even teruggaan naar deze figuur, dat is precies de kleurcodering die ik ook gaf voor
20% korter, 10% korter, 10% langer, 20% langer. Dus nu is het een beetje gek, want we hebben nu op dezelfde locatie twee piekjes gemeten. Het ene piekje komt eerder en vertelt mij wat de proefpersoon gaat zeggen, wat de proefpersoon subjectief heeft ervaren en wat zijn antwoord of haar antwoord gaat zijn. En het tweede piekje heeft ook iets te maken met tijd. Dat vertelt mij wat het antwoord had moeten zijn. Dus in de proefpersoon zijn eigen brein zie ik tekenen van subjectieve tijd, van hoe zij de tijd hebben ervaren, maar ook een teken van hoe ze de tijd hadden moeten ervaren. Dus er zitten heel duidelijk, vind ik in elk geval, ik vind dit een indicatie dat er twee losse systemen bezig zijn met timen die elkaar soms tegenspreken. En nou, de ene zit in de P2, de ander zit in de P3. En om een of andere reden luisteren proefpersonen vaker naar hun P2. Dus ze luisteren niet naar het juiste klokje. Er zijn twee verschillende signalen. En de ene geeft het goede antwoord, de ander geeft soms het foute antwoord. En ze luisteren naar het foute antwoord. Nou ja, dit is dus de paradoxale situatie waarin je terechtkomt wanneer je te maken hebt met verschillende gebieden die verschillende klokjes kunnen implementeren. Naar welke klok ga je nou luisteren? En welke klok vertelt je nou wat de juiste tijd is? Nou, dan wil ik iets meer in de richting van het gedrag. Dus dan laten we het brein een beetje voor wat het is, want dat is toch veel te verwarrend. Niet een goede mindset voor een cognitief neuropsycholoog, maar toch wat meer in de richting van de vraag, hoe beïnvloeden al die klokken nou ons gedrag? Nou, dat weten we allemaal. Ik ga weer terug naar het voorbeeld van de schaatser. De schaatser is toch wel het perfecte voorbeeld van ready, go. Wat doe je tussen ready en go? De starter bij het schaatsen is een mens. Dus dat betekent dat er variatie zit van trial tot trial, van start tot start, tussen wanneer ze ready zeggen en wanneer ze het startschot laten klinken. Nou, sommige schaatsers vinden dat ontzettend irritant. Dai Dai Netap heeft hier hij heeft iets gemist. Hij mag niet naar de World Cups, omdat hij vindt dat de starter veel te variabel gestart heeft. Dus dat hij begon aan zijn race en hij was niet geprepareerd op het juiste moment. Hij zegt hier, we kunnen niet iedere wedstrijd een andere starter hebben. Of dat een starter verschillend schiet bij één rit en dan in rit 1 dan in rit 10. Dit moeten we goed regelen binnen de sport. Is dat zo? Is dat zo dat die schaatsers zo ontzettend beïnvloed worden door wat de starter eerder doet en hoe variabel de starter precies is? Is het zo dat de verwachting die een schaatser heeft zo ontzettend afhankelijk is van wat de starter daarvoor heeft gedaan? Nou, ons onderzoek in het lab, dat suggereert van wel. Sterker nog, het suggereert dat het geheugen, dus de ervaring met die eerdere, onze eerdere ervaringen met hetzelfde tijdsinterval, bepalen heel sterk wanneer we bereid zijn om op een knop te drukken. Dus we hebben hier een experiment gedaan, je ziet hier twee rijen. Dat zijn twee verschillende trial-typen. Het is een ontzettend saai experiment. Mensen kijken naar het scherm en op sommige trials horen ze een piepje. En na een variabel interval van ongeveer 1,5 seconde of 0,5 seconde, krijgen ze iets te zien waarbij ze zo snel mogelijk moeten reageren of het vierkantje links of rechts staat. Vrij simpele taak, eigenlijk cognitief net zo simpel als beginnen met starten van de 500 meter. Fysiek is het natuurlijk iets makkelijker. Dat zijn de tone trials en dan hebben we ook de flits trials. Die zijn vrijwel hetzelfde, maar in plaats van dat ze een piepje horen, zien ze een flits. Nou, wat de proefpersoon niet weet, is dat we de tijd tussen het waarschuwingsschot of het waarschuwingssignaal en het startsignaal, dat variëren we tussen de toon en de flits. Dus neem nou bijvoorbeeld een situatie waarin, wat de proefpersoon niet weet, is dat de toon altijd gevolgd wordt door een heel kort interval.
Dus dit, de toon is als het ware een starter die een heel kort interval heeft tussen set en go. En de zwarte balkjes zijn hier dan een verdeling voor een starter die juist hele lange pauzes laat vallen over het algemeen. En we mixen die dingen allemaal in het experiment door elkaar heen. Dus proefpersonen hebben dit niet zo goed door. Die hebben niet door dat er zo'n koppeling is. En als je het ze achteraf vraagt, hebben ze dat ook niet door. Als je dan vervolgens kijkt naar hun reactietijd voor die verschillende intervallen, dan zie je dat wat de toon is, is ontzettend bepalend voor wat de proefpersoon zijn verwachting is. Dus de proefpersoon heeft niet door, oh, een toon, dat betekent kort. Of een toon of een flits, dat betekent lang. Maar desalniettemin zie je hier dan de zwarte lijn bijvoorbeeld voor wanneer er een flits is en hij is toch kort. Dan zijn proefpersonen ineens heel traag, want dat hadden ze niet verwacht. Dus ze hebben gedurende het experiment die associaties opgebouwd waarbij ze leren, hey, toon is vroeg, flits is laat. Maar die associatie hebben ze zelf niet door. Sterker nog, in het midden van het experiment, dus er zit hier nog een wit vlak over voor hoe het hier verder gaat, na een aantal blokken, waarin ze dit dus steeds sterker en sterker leerden, vertellen we proefpersonen, hey, we hebben een beetje vals gespeeld. De flits betekende dat hij meestal laat kwam en de toon betekende dat hij meestal vroeg kwam. Dat telt niet meer. Vanaf nu is het gewoon allemaal gelijke tijd. Dus doe daar, ik weet niet of je er wat mee deed, waarschijnlijk niet, maar doe daar niks meer mee. Probeer dat te onderdrukken, die associatie. Nou, dat kunnen mensen totaal niet. Dus ze gaan nog steeds op exact dezelfde manier door. Ondanks dat we ze echt, hebben ze echt op het hart gedrukt, het betekent niks meer. Stop met wat je geleerd hebt toe te passen. Daar hebben we totaal geen controle over, lijkt het wel. Nou, zo vinden we dat in een aantal andere experimenten terug. Dus we hebben ook met tonen en flitsen gespeeld en ook met foto's van gezichten en foto's van huizen. En mensen leren al die associaties. Dan geven we ze vervolgens de instructie om daar niks meer mee te doen. Maar ze blijven nog steeds berusten op wat ze hiervoor geleerd hebben. Dus het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Dai Dai Natap boos is als er een startschot gegeven wordt met een heel kort interval op de race voordat hij aan de beurt is. En dan ineens komt de volgende race en hij zit helemaal klaar. En het startschot komt maar niet. Omdat hij het niet kan helpen dat hij beïnvloed wordt door wat er daarvoor is gebeurd. Die associatie heeft nou eenmaal invloed op wat hij gaat doen en hoe hij zich voorbereidt op dat startschot. Dus hij was hartstikke boos. En ik denk terecht. Maar wat je nog verder als vraag kan stellen, even onafhankelijk van wat je objectief kan meten aan hoe lang de tijd nou precies duurde en hoe variabel die starter daadwerkelijk was. Lag het wel aan de starter? Zou je niet net zo goed hetzelfde probleem kunnen hebben als Dai Dai Natap zelf niet zo'n goede timer is? En dat die starter gewoon heel consistent steeds een seconde ertussen laat vallen, maar dat de sprinter zelf zegt, ja, maar nu voelde het als hartstikke kort. En nu voelde het als hartstikke lang. Ze spelen vals, het is niet eerlijk. Misschien is het wel zijn probleem. Dus je kan als cognitief psycholoog, een beetje gedragsmatig, kun je je de vraag stellen, in hoeverre heeft een proefpersoon of een schaatser zelf door hoe goed ze kunnen timen? Je kan het ze niet echt vragen. Ik weet niet, Niels, hoe goed kan jij timen? Daar geloof ik niks van. maar het is het soort kennis. Ja, hoe goed kan jij fietsen? Hoe goed kan je... Het is het soort procedurele kennis wat heel moeilijk onder woorden is te brengen of je het goed doet of niet. Maar we hebben het idee, we hebben wat bewijs, dat mensen toch, ondanks dat ze, of ze nou goede timers of slechte timers zijn, dat er toch ook nog onderliggende kennis is van hoe goed ben jij nou eigenlijk in het timen zelf. Wat ook weer een beetje samenhangt met het verhaal wat ik hiervoor hield over het idee dat er verschillende klokjes zijn. En dat je misschien soms handelt naar het ene klokje, maar als alle andere klokjes het tegenspreken de hele tijd, denk je, nou, ik ben misschien niet zo'n goede timer. Nou ja,
Een collega van mij, Robert van der Meijn, heeft dit onderzocht met een experiment waarbij, ook weer heel simpel, mensen hebben een tablet voor zich, ze zien een gele cirkel en ze moeten na 750 milliseconden proberen op de knop te drukken. Dat is een interval, dat leren ze en dat moeten ze zo consistent mogelijk doen. Als ze het goed doen, als ze binnen een bepaalde range vallen van die 750 milliseconden, dan verdienen ze geld. Dus mensen zijn gemotiveerd om dit te doen. Zelfs al is het maar 1 cent, 2 cent. Mensen willen meer geld verdienen met de taak. Dus die willen ze zo goed mogelijk doen. Nou zijn er andere blokken waarin Robert aan de proefpersonen vertelde: oké, je gaat het nog steeds hetzelfde doen, maar als je te vroeg bent, dan pak ik je geld af. Dus je krijgt strafpunten op het moment dat je te vroeg reageert. En dan zijn er blokken waarin je weinig strafpunten krijgt als je te vroeg reageert. En er zijn blokken waarin je heel veel strafpunten krijgt wanneer je te vroeg reageert. Als je een perfecte timer bent, zoals Niels, dan maakt dat allemaal niet zo heel veel uit. Want je reageert toch wel op het juiste moment. Dus of jij nou straf geeft voor als heel veel straf geeft voor als ik te vroeg ben, of heel weinig straf geeft voor als ik te vroeg ben, maakt allemaal niet uit. Ik ben toch op het juiste moment. Als jij een heel slechte timer bent, en soms ben je echt veel te vroeg en soms ben je echt veel te laat, dan moet je je gedrag een beetje aanpassen. Dus je moet je gedrag aanpassen afhankelijk van de kennis die je zelf hebt over hoe secuur je nou aan het timen bent. En dat ziet er een beetje als volgt uit. Dus je ziet hier de groene lijn is de situatie waarin er niks aan de hand is. Je krijgt geen strafpunten. Waar moet je dan op mikken? Nee, je verdient het meeste punten als je precies mikt op 750 milliseconden. Dat is logisch. Maar dus op het moment dat je een klein beetje straf gaat inbrengen in het experiment, verdien je heel weinig punten als je een variabele timer bent, als je mikt op iets te vroeg. Dus je kan beter mikken op iets te laat. Dat zorgt voor de maximale verwachte winst die hier geplot staat. Dus waar de piek van deze curve ligt, is het moment waarop je het beste kan mikken. En dan is het donkerrode lijntje de situatie waar je heel veel straf krijgt voor als je te vroeg bent. Als je dan ook maar een klein beetje variatie hebt in je timinggedrag, en dat heeft iedereen, dan kun je het beste mikken op maar aan de goede kant van die 750 te zitten. Want je wil absoluut niet te vroeg zijn. En nou kun je dit soort ingewikkelde plaatjes tekenen, wat in principe inhoudt dat op de x-as staat het moment waarop je optimaal kan mikken, de kleur geeft hoeveel punten je daarmee weet te halen, en op de y-as staat hoe slecht jij bent in timen. Dus onderin de y-as zijn mensen die heel goed zijn in timen, bovenop de y-as zijn mensen die heel slecht zijn in timen. En dan zie je dus aan die zwarte lijn zo'n soort afbuiging die aangeeft dat je, als jij een heel slechte timer bent, hoe slechter jij timt, hoe verder in de toekomst je moet mikken om toch nog punten te kunnen scoren. Want als je te vroeg bent, dan verlies je heel veel punten. Nou ja, deze kruisjes zijn dan het gedrag dat Robert inderdaad observeerde. Dus helemaal links zie je het blok waarin er geen strafpunten zijn. Of je nou een goede timer bent of een slechte timer bent, je mikt altijd netjes in het midden. Maar je ziet dus dat op het moment dat er een klein beetje straf volgt voor te vroeg zijn, of heel veel straf volgt voor te vroeg zijn, zie je dat die stipjes steeds verder en verder naar rechts afbuigen, vooral voor de slechte timers. Dus mensen passen hun gedrag aan op basis van hun eigen kennis over hoe slecht ze zijn. Dus ze hebben een soort van metacognitie, zou je kunnen zeggen, over of ze nou goede timers zijn of slechte timers zijn, die bepaalt waar ze op moeten mikken. Nou hebben we, dit is natuurlijk de variant van het experiment die heel erg lijkt op de situatie van de schaatser. Je krijgt een ontzettend sterke straf, een ontzettend heftige straf, als je te vroeg van start gaat. Maar er zijn ook heel veel situaties in ons leven waarin het net andersom is. Je krijgt een ontzettend sterke straf als je te laat bent met iets. Als je aan het autorijden bent en je moet een beslissing nemen, als je dan te laat bent, dan mis je je afslag. Of als je te laat reageert, rij je op iemand in. Nou, daar vinden we eigenlijk heel vergelijkbaar gedrag. Dus ik heb daar geen plaatje van dit keer.
Maar het idee is een beetje dat goede timers zijn beter in het handelen op het juiste moment. Die hebben een soort metacognitie over hoe goed zij in het timen zijn. En daardoor kunnen ze precies wachten tot het moment waarop ze moeten handelen. En dus als we het hebben over reageren voor een deadline, bijvoorbeeld bij het autorijden, dan zien we ook dat mensen die slechte timers zijn, die maken vaker gehaaste beslissingen wanneer ze nog niet alle informatie hebben verzameld. Want ze passen hun moment van beslissing nemen, passen ze aan, omdat de straf voor te traag zijn is wel heel erg hoog. Dus je weet niet, je weet het wel. Je hebt dus een soort van besef van wanneer je absoluut te traag bent. En op basis daarvan zet je ergens een criterium van wanneer je gaat handelen. En als je dus een goede timer bent, kun je dat moment zo ver mogelijk uitstellen. Want je weet precies, oké, ga even de situatie zo lang mogelijk observeren. Zoveel mogelijk informatie in me opnemen en een zo geïnformeerd mogelijke keuze maken. Terwijl dus mensen die slechte timers zijn, die nemen die tijd niet, want ze willen in elk geval niet te laat zijn. En daardoor verzamelen ze minder bewijs en nemen ze slechtere beslissingen in, bijvoorbeeld het verkeer. Dus dit is een beetje dit introduceert een beetje een paradox hier, want ik heb het de hele tijd gehad over die many clocks. Al die clocks zitten overal in het brein. En toch praat ik over mensen alsof ze goede timers zijn en slechte timers zijn. En dat is ook weer zo'n onopgeloste vraag waar we ons nog steeds op moeten richten. Waar komt nou toch dat slecht timen vandaan? Is dat omdat je al je klokken allemaal hetzelfde mankement hebben? Dat er toch een soort overkoepelend principe is dat ervoor zorgt dat al jouw klokken unreliable zijn, onbetrouwbaar zijn? Of is het zo dat je betrouwbare klokjes hebt voor bepaalde taken en minder betrouwbare klokjes hebt voor bepaalde taken. En dat je om een of andere reden geleerd hebt om naar het verkeerde klokje te luisteren in je brein. Nou ja, waarschijnlijk is het allebei een beetje waar. Want zo gaat het meestal in met dit soort diepe vragen. Maar dat is het soort kwesties dat we proberen op te lossen door middel van hersenmetingen en dit soort experimentjes. Dus dan komen we een beetje bij de slide met wat zijn nog de grote vragen, de grote overgebleven vragen in de cognitieve neurowetenschappen. Ik heb het dus helemaal nog niet gehad over geheugen. Maar dat speelt natuurlijk ook in het autorijden, speelt het nog steeds mee. Je bent niet de hele tijd proactief aan het timen. Je hebt tegelijkertijd ook informatie van je retrospectieve klokjes. Dus je geheugen draagt bij aan het inschatten van de tijd. En in hoeverre zijn die twee mechanismen nou echt onafhankelijk van elkaar? En hoe bepalen we wanneer we gebruik maken van welke van de twee klokjes? Waar ik het vervolgens over had is, hoe zorgen al die klokken voor één overkoepelend gevoel van tijd? Hoe kan het nou dat we al die verschillende informatiebronnen die ons iets zeggen over tijd hebben, die allemaal aan het schreeuwen zijn van het was zo lang, het was zo lang. En toch voelen we die cacophonie niet. Toch hebben we redelijk het idee wat een seconde is. Hoe beïnvloeden al die klokken ons gedrag? En kunnen we dat aan- en afleren? Of hebben we daar misschien toch zelf ook een beetje controle over? Kan Dai Natap zichzelf ervan overtuigen dat hij niet te veel moet luisteren naar de eerdere startervaringen en gewoon zich moet berusten op zijn kennis van wanneer die klaar moet zijn? En hoe kunnen we dat trainen en hoe kunnen we onze sporters en onze autorijders en iedereen beter maken in het doen van dit soort taken? Dat zijn de grote vragen waar we ons mee bezighouden en daarmee is het nu tijd voor de vragenronde. Dankjewel Wouter, fascinerend. Vragen? Ik heb hier een microfoon. Als je een vraag hebt, steek je hand op. Het hoeft geen vraag te zijn, het kan ook een opmerking zijn. Misschien heb je wel een hypothese die je wilt dat Wouter gaat uitvoeren als hij terug is in Groningen. Of heb je een ander idee? Ik tel 1, 2, 3 vragen sowieso. 4, mooi. Ik heb
Ook voor de mensen thuis, moet ik even zeggen, jullie kunnen dus ook je vraag stellen, die komt vanzelf bij mij terecht. Ik heb daarvoor mijn mobiel hier in mijn zak. En ik neem, ik sta hier met de microfoon, dus ik heb de macht om de eerste vraag te stellen en die neem ik even. Want een van de grote vragen die ik heb, maar die niet op dat lijstje staat, is de waarom-vraag. Waarom is het zoals het is? En ik heb hem net geprobeerd wat specifieker te maken. Dus we hebben subjectieve tijdswaarneming. Ja. In het begin, ik dacht, eigenlijk wil je het liefst zo nauwkeurig mogelijke tijdswaarneming. Maar misschien is er ook wel een nut van subjectieve tijdswaarneming. Waarom hebben wij mensen subjectieve tijdswaarneming? Hoe denk jij over die vraag? Ik denk dat een heel groot deel van wat we scharen onder subjectieve tijdsbeleving heeft te maken met dat geheugenonderdeel. Dus heel, misschien niet heel simpel gezegd, maar ter illustratie, als er gewoon iets heel erg intens plaatsvindt, iets wat al onze aandacht vereist, dan het tijdsperceptie daar gelaten, het is gewoon ontzettend van belang dat we opletten. Dus ons hele brein is in overdrive, want we zijn hard dingen aan het encoderen en we zijn hard dingen aan het waarnemen. We slaan daar allerlei herinneringen van op. En heel simpel gezegd, tellen we voor een inschatting van hoe lang dingen duren, tellen we hoeveel herinneringen we hebben. Hoeveel unieke momenten we hebben opgeslagen in ons lange termijn geheugen, in de hippocampus. Dus ik heb een klein beetje het idee dat de subjectieve tijdsbeleving heeft misschien zelf niet zo heel veel nut, maar het is gewoon een bijeffect van dingen die op dat moment veel belangrijker zijn. Dus ik denk dat het algemene idee is. Een soort, niet een nut, maar een noodzaak. Ja, ik kom toch weer terug bij de vergelijking met het ademhalen. Je zou natuurlijk altijd willen ademhalen, maar het is fijn dat als je soms onder water bent, dat je ook je adem in kan houden. Dus dat, het is een beetje een bijzaak van geheugens opslaan, van je brein in overdrive kunnen stellen wanneer het nodig is, dat je klokjes dan maar wat sneller gaan lopen. Zo erg is dat meestal niet. Oké, dankjewel. Ik begin bij jou. Kom naar je toe met de microfoon. Hallo, bedankt voor de lezing allereerst. Ik heb misschien zelfs twee vragen als dat kan, maar ik zal beginnen met eentje. Een beetje vroeger in je presentatie had je een experiment waarin mensen zeg maar twee klokjes hadden. En dan hadden ze één correcte klok, maar daar hadden ze niet naar geluisterd. En ze hadden een andere klok die ze dus wel hadden gevolgd. En dan was mijn vraag, waren ze structureel te vroeg of te laat? Was er zo'n soort van meta-patroon te ontdekken? Tussen die twee klokken en hun keuze daarin? Nee, ik had vooral het idee dat ze allebei de klokken waren een beetje ruizig. Het is natuurlijk, in zo'n plotje stop je altijd het gemiddelde van alle proefpersonen en van alle trials. Maar puur op trial niveau gekeken wordt sowieso heel lastig met EEG, want het is heel erg ruizig. Dus we doen heel veel trials in het algemeen. Maar simpel gezegd had ik het idee dat het... Het was simpelweg variabel, dus soms was het ene klokje te vroeg en soms was het andere klokje te vroeg. Maar gemiddeld genomen had het tweede klokje, het voelt een beetje onnatuurlijk om er zo over te praten, maar het deel van tijdsperceptie dat gereflecteerd was in de P3, had het vaker bij het juiste eind dan de P2. Dus op het moment dat je probeert op basis van hersenactiviteit te vinden wat het goede antwoord was, kon je beter kijken naar de P3... En om te kijken naar wat het antwoord was dat de proefpersoon gaf, kun je beter kijken naar de P2. En wat was P2 en P3 ook weer? Waren dat twee hersengebieden? Nee, het zijn dus... ik kan nu eventjes een 10 seconden crash course EEG geven. Maar het idee is dat we hebben een badmuts met elektroden. Die zitten bovenop de schedel, dus aan de buitenkant. En er zit een soort geleidende gel die verbinding maakt met de schedel. En het idee is een beetje dat op het moment dat neuronen gaan vuren, en je hebt heel veel neuronen die dezelfde hoek hebben en die allemaal dezelfde kant op gaan vuren, dan lijkt het op een elektrische kabel. En op het moment dat er stroom door een elektrische kabel loopt, krijg je een elektrostatisch veld daaromheen. Dat is nou eenmaal de natuurkunde van hoe die dingen werken. En dat is wat die elektroden oppikken, elektrostatische signalen. Maar omdat je dus aan de buitenkant van het brein zit met je elektroden, meet je eigenlijk heel veel dingen tegelijkertijd. Dus het is op een veel meer macro-schaal dat er in het brein bepaalde dynamieken zijn die we
met onderzoek, met herhaaldelijk onderzoek, kunnen linken, waarbij we bepaald gedrag kunnen linken aan bepaalde signatures in het ERP-signaal. Dus die P2 en die P3 zijn daar voorbeelden van. Dus we zien altijd, als mensen zo'n taakje doen, zien we een P2 en een P3. En in mijn experiment laat ik dan zien dat de grootte van die P2 en P3 gemoduleerd worden door tijdswaarneming en tijd in het algemeen. Dus het is een, het wordt bijna filosofisch. Wat is nou de betekenis van een P2? We weten op basis van EEG niet wat het precies betekent voor welke neuronen zijn actief over het algemeen. Maar we weten wel bijvoorbeeld, de P2 is eerder dan de P3. Dat weten we in tijd. En we weten dat in al dit type experimenten vind ik een grote P2. En in dit type experiment vind ik een lage P2. En zo proberen we dan door mate van herhaaldelijk onderzoek enigszins in kaart te brengen wat de P2 betekent. En je komt dan niet zozeer uit op een hersengebied is actief, maar in dit geval veel meer de P2 is heel hoog als je heel sterke sensorische informatieverwerking hebt, bijvoorbeeld. Dus je linkt het veel meer aan een functie dan aan een hersengebied in het algemeen. Leuke vraag, want ik dacht dat ik wist wat P2 en P3, wat hij daarmee bedoelde. En dan vloog je die vraag, dan denk ik... En had je nog een tweede vraag? Oh ja, dat kan, maar mag ook eerst anders. Die tweede, die had nog een experiment, waarbij dus... dan vertelde je ergens in het experiment van, we hebben een beetje vals gespeeld, dat is nu aangepast. Was dat toen ook daadwerkelijk gecorrigeerd? Ja. Dus dat was geen leugen, want dat had ook nog gekund, hè? Dat je dan zegt van, we hebben het nu eerlijk gemaakt, maar dat was dan niet... Maar dus vanaf dat moment was die variatie helemaal weg. Toen was de flits en de visuele... Flits en de toon waren allemaal dezelfde, hadden dezelfde verdeling van voorperiodes. En we hebben het, misschien nog wel leuk om erbij te zeggen, we hebben hetzelfde experiment gedaan met een week ertussen. Dus dat mensen eerst aangeleerd hadden, een flits is vroeg en een toon is laat. Dan zijn ze daarna klaar, gaan ze naar huis, gaan ze gewoon hun eigen leven doen. En na een week komen ze terug en zeggen we, oké, vorige week was het zo dat de flits vroeg is en de toon laat. Dat is nu niet meer. Dus je hebt net een week niks gedaan. Je had geen verwachtingen, want je had het niet expliciet door. Je hebt wel iets geleerd, maar dat weet je niet. Maar nu geldt dat niet meer. En het was vorige week. En dan nog steeds zien we exact hetzelfde patroon terug. Dat ze nog steeds die associaties die ze de week daarvoor hebben geleerd, meenemen naar de volgende keer dat ze het experiment doen. En ik denk dat dat ook is waarom NetApp zo boos is over de variatie niet alleen binnen een starter, maar ook tussen starters. Want als een starter heel traag is, dan heb je daar nog een week later bij je volgende race nog steeds last van. Het is een beetje extrapoleren van een simpel experimentje, maar ik denk wel dat het is hoe het werkt. Ja, dankjewel. Ik ga door naar jou. Ik zag dat jij een vraag had. Een minuut wachten duurt veel langer dan een minuut iets doen. U heeft dat uitgelegd met de informatie die je binnenkrijgt en moet verwerken. Voor mijn gevoel speelt er ook emotie een rol mee. Weet u of verdriet bijvoorbeeld tijd langzamer of sneller laat gaan dan vrolijk bezig zijn? Dit wordt op allerlei verschillende manieren onderzocht. Dat is natuurlijk niet heel ethisch als we mensen eerst echt heel verdrietig maken voordat ze een timingtaak gaan doen. Maar wat we daar als simpeler varianten veel voor gebruiken is bijvoorbeeld het timen niet van een geel cirkeltje, maar van een boos gezicht of een droevig gezicht of een blij gezicht. Over het algemeen is het zo dat woede wordt heel snel door het brein verwerkt als een soort staat van... Oké, iemand is boos, ik moet handelen. Dus het heeft, aan de ene kant brengt het een emotie teweeg. Aan de andere kant heeft die emotie ook weer heel veel bijeffecten op hoe paraat je bent en hoe sterk je überhaupt sensorische informatie verwerkt. En daar is het wetenschappelijke debat zit daar een beetje op vast. Want dan gaat de tijd inderdaad wel sneller lopen. Maar komt dat nou puur door die emotie? Of komt het door het effect van die emotie op de informatieverwerking zelf? En dat is echt een heel lastige vraag. En als je zou speculeren, wat zou je denken? Dit voelt natuurlijk heel erg als een
Ik weet niet wat een mooie vertaling is van een cop-out, maar ik denk allebei. Ik denk dat er daadwerkelijk neuronale signalen zijn die beïnvloed worden door de sterkte van het sensorische signaal dat binnenkomt. Ik zat heel vroeg in de presentatie, liet ik even vallen dat bijvoorbeeld een fel licht als veel langer wordt ervaren dan een heel dim licht. Dat heeft eigenlijk niet zo heel veel emotie of alarmering in zich zelf. Het heeft puur tot effect dat de neuronen die zeggen, hé, er is iets op het scherm, harder gaan vuren bij een fel licht dan bij het donker licht. En dat heeft, of dat lijkt in elk geval in een aantal experimenten wel degelijk effect te hebben op, op de snelheid van de klokken. Tegelijkertijd weten we ook dat arousal, bij emotie maken we in de cognitieve neuropsychologie onderscheid in de valence, dus de kwaliteit van de emotie, is het goed of is het slecht, en de arousal, van hoe intens voel je het. De opwinding. Dus, ja, dus woede en boosheid bijvoorbeeld zijn allebei negatief, maar woede is een veel intensere negatieve emotie dan boosheid. En dus die opwinding die gepaard gaat bij de emotie, die heeft een heel sterk effect op de snelheid van de klok. Maar dan is de vraag daarbij natuurlijk weer, dat heel sterke opwinding gaat ook vaak weer gepaard met sterkere sensorische informatieverwerking. Dus misschien zijn we te kunstmatig bezig überhaupt om die dingen uit elkaar te proberen te trekken. En moeten we gewoon accepteren dat veel emotie zorgt voor veel activiteit in het brein over het algemeen. En daardoor ook als bijeffect voor sterkere informatieverwerking. En snellere klokken. Ik wil graag een vraag stellen uit de chat. Dit is een vraag van Marije. Een vraag over de goede en de slechte timers. Dus het tweede gedeelte van je praatje. Is er toevallig een link tussen mensen die wel of niet besluiteloos zijn en hoe goed zij zijn in timen? Oeh, besluiteloos. Twijfelaars. Kunnen twijfelaars slechter timen? Dan sla ik hem plat. Oeh, dit is wel een vraag over twee psychologievelden die heel ver uit elkaar liggen. Dus ik twijfel een beetje. En ik ben een heel goede timer, dus dat... Dus nee, het is het is jammer dat ze er niet echt is. Dus ik zou even willen vragen waar ze precies op doelt. Maar Marije kan dat nog in de chat zetten en dan komt het misschien ook bij mij terecht. Nou, wat ik er in elk geval over kan zeggen is dat er toen ik het had over besluiten of iets 2 seconden is of langer duurt of niet, had ik het over de EEG-signalen die langzaam lijken te klimmen naar een bepaald punt. En op dat punt neem je als het ware de beslissing, ja, dit was 2 seconden en dan stop ik met mijn zandloper vol te laten lopen. Dus ik kan me voorstellen dat er op die manier wel besluiteloosheid bepaalt waar je die grenswaarde zet van is dit nou 2 seconden of is dit nou geen 2 seconden. Dus als ze daarop doelt, op die manier kan ik me voorstellen dat er een verband is. Maar besluiteloosheid en timen zijn zo allebei best wel brede begrippen. Dus ik kan me voorstellen dat bepaalde manieren van timen gelinkt zijn aan bepaalde manieren van besluiteloosheid. Maar als algemene wet poneren gaat maar een beetje te ver. Ja, is nog een hypothese. Ja, precies. Een vraag van Lisa Pelsers. Verandert er iets aan de secuurheid en de nauwkeurigheid van je interne klokken naarmate je ouder wordt? Nou, een collega van mij heeft dit onderzocht, ouderen, en dan ging het met name over mensen die op het pad waren om early onset dementia te krijgen, dus het beginstadia van dementie, dat die voor het doen van een timingtaak meer gebruik maken van de ervaringen die ze daarvoor hebben opgedaan. Dus dat ze wat minder doen met de tijd die ze gepresenteerd zijn in het moment. En wat meer meenemen wat ze allemaal kunnen leren uit de eerdere ervaringen. En dat is een beetje paradoxaal, want dementie wordt over het algemeen geassocieerd met geheugenverlies. Dus hoe kan het nou dat de mensen die geheugenverlies hebben, veel meer stoelen op hun geheugen?
En dat kan volgens mij alleen maar wanneer hun timing ability, hun vermogen om te timen, zo ver achteruit gaat dat het nog beter is om op je al aftakelende geheugen te teren. Dus dat suggereert inderdaad wel dat er in ouderen over het algemeen toch, het secuur kunnen timen is onderdeel van een van de vele dingen die achteruit gaan met leeftijd. Dankjewel. Ik ga terug naar de zaal. Ik weet dat hiervoor nog een vraag was aan het begin. Ik vroeg me af, je hebt het gehad over dat gevoel van hoeveel tijd er verstreken is. En ik vroeg me af, treedt dat niet alleen maar op het moment dat jij eikt tegen een objectieve klok, tegen een klok buiten? En dus met andere woorden, achteraf, je ziet van, er is al een dag verstreken en dat zie je objectief op die klok. En ik heb geen flikker gedaan. God, wat heeft dat allemaal lang geduurd? Terwijl als je een heleboel hebt gedaan, je bent immers gewend dat je in een bepaald tempo dingen doet, dan denk je van, dag verstreken, goh, die tijd gaat ook snel. Dus met andere woorden, is die meting, is die eiking tegen de objectieve buitenwereld essentieel voor die tijdbeleving? En die kun je bijna niet uitschakelen natuurlijk. Tenzij je experimenten doet waar je mensen in donkere kamers opsluit en zo. Ja, nee, heeft helemaal gelijk. En ik gebruik die eikmomenten eigenlijk alleen maar om, tenminste, omdat u zo ontzettend gelijk heeft, moet ik die voorbeelden van die eikmomenten geven. Want verder, het verstrijken van de tijd is niet een actieve bezigheid. Pas op het moment dat je het gaat vergelijken met de echte tijd, realiseer je, oh wacht, de tijd vliegt ineens. Of wow, de tijd gaat ineens heel langzaam. Dus het moet gepaard gaan met iets wat we dan, als sociaal construct hebben besloten, wat de objectieve maat is. Het is 3 uur. Maar inderdaad ook wat u zegt, zelfs als we mensen opsluiten in donkere kamers, het hoeft niet eens in donkere kamers, mag ook gewoon de verlichting aanzetten, maar dat gebeurt in Groningen heel veel bij de afdeling chronobiologie. proefpersonen die meedoen aan een experiment nadat ze informed consent hebben getekend. Die zitten soms een week in een kamer zonder tijdsaanduiding. En voor de chronobiologen is het de vraag, wat zijn nou de intrinsieke dynamieken in het lichaam die ze op een gegeven moment vertellen en nu is de dag om. En dan merk je dat mensen hun natuurlijke ritme, wat je dan in zoverre als dat je het natuurlijk kan vinden dat iemand opgesloten zit in een bunker zonder klok en zonder zonlicht. Maar dat het natuurlijke ritme zorgt voor veel langere dagen dan de 24 uur die we gewend zijn. Dus zelfs dan kunnen we niet spreken van er is geen eikpunt. Er is altijd toch een interne dynamiek. Dat komt dan ook uit onszelf, maar dat komt dan niet direct uit ons brein. Die een soort ritme aangeeft van en nu is de dag om. Goh, dat was snel. En dat moment is inderdaad waar u op doelt. Dat is dat eikpunt waarop je ineens realiseert dat tijd subjectief is. Ik weet dat daarachter nog een vraag was. Is die er nog? Ik ga eerst naar u toe. Hoi, ik ben Albert Jan. Kunt u iets zeggen over de tijdsbeleving van Poetin, zeg maar? De tijdsbeleving van Poetin? Ja, wat valt u daar iets op? Van waar, als we vanavond daar weer iets over horen waarvan u uit uw expertise kunt zeggen, nou daar moet je nou eens op letten. Bijvoorbeeld, hij is heel geïsoleerd, bijvoorbeeld. Hè? Zou je daar, ja, ik weet niet misschien. Creatieve vraag. Je moet natuurlijk over het algemeen oppassen wat je over Poetin zegt. Dit wordt gelivestreamd, dus ik weet niet in hoeverre ik hier. U kunt wellicht, maar laten we ervan uitgaan dat hij niet genoeg Nederlands spreekt. Het is een. Op het leven van Poetin. Ik kan me wel voorstellen dat hij op dit moment erg lange dagen heeft. En dat hij ontzettend druk bezig is met ontzettend veel dingen. En dat hij aan het eind van elke dag denkt: goh, het is alweer bedtijd. Ik vind het heel raar om op deze manier überhaupt over Poetin te denken. Als iemand die denkt, goh, nu gaan we eens even lekker naar bed. Maar het is natuurlijk wel een enorm enerverende fase in zijn leven. Ja, ik weet niet, het voelt een beetje alsof ik heel kinderachtig aan het speculeren ben. Maar het lijkt een beetje, het kan me zo heel goed voorstellen
dat deze 3-4 weken niet voor hem voelen als 3-4 weken. Maar op het moment dat hij er dan op zijn oudere dag, hè, als de oorlog voorbij is, op terugkijkt, dat het dan ineens voelt als, wow, wat is er een hoop gebeurd. Maar dat hij daar nu totaal niet bij stilstaat. Dus dat hij niet doorheeft dat hij al wekenlang bezig is met het plat bombarderen van een land. Ik weet niet of dat een antwoord is op de vraag, maar dat... Ik heb een vraag uit de chat van Sia Huiskens. Hoe verklaar je dat er bij trauma, bij een traumatisch ongeval bijvoorbeeld, wel heel veel plaatsvindt in korte tijd, maar dat je vaak hoort bij slachtoffers dat de tijd op dat moment stil leek te staan? Komt het misschien, er is een deel van het antwoord zelf gegeven, komt het misschien door de aandacht van het slachtoffer op dat moment? Ja. Nee, dat is wel de dominante theorie waar we aan, aan koppelen, is dat er gebeurt heel veel, maar dan in dus retrospectief, terugkijkend op die gebeurtenis, lijkt het allemaal in slow motion. Het is een beetje hoe je in een camera slow motion opneemt, namelijk gewoon heel veel frames per second opnemen. En als je dat terugkijkt op normale snelheid, onder normale omstandigheden, dan lijkt de tijd wel stil te staan. Dan gaat het allemaal heel langzaam. Bij een auto-ongeluk ja. Dat je denkt dat je heel langzaam aan de andere kant bent gegaan. Ja. Nee, dat is exact het standaard voorbeeld van mijn voormalig begeleider, ook tijdsonderzoeker. Die heeft een keer op een ijsplaat voor een truck in Amerika langs lopen zwerven en belandde uiteindelijk in de berm. En die heeft inderdaad exact die beleving bij dit soort ongelukken. Dat het in dat moment zelf ging alles heel snel. En dan erop terugkijkend is het, wow, de tijd leek wel stil te staan. Het ging zo langzaam, het ging in slow motion. En dit is inderdaad een van de redenen waarom we inderdaad denken dat tijd zo sterk bepaald wordt door die snapshots die je neemt, die je allemaal opslaat in het geheugen. Al die momenten waarop iets interessants gebeurt, wordt allemaal opgeslagen in het geheugen en daardoor voelt het terugkijkend heel erg lang. Ja, terugkomend op het onderwerp over good timers en die bad timers. U zei dat aandacht een grote rol speelde erbij, toch? Zou het dan eventueel kunnen zijn dat bijvoorbeeld iemand met ADHD dan echt dat die meer geneigd is om een bad timer te zijn? Heeft dat dan meer te maken met hun beleving van tijd? Of is dat dan echt gewoon te maken met hun aandoening? Dus zeg maar dat ze gewoon minder concentratie hebben voor bepaalde dingen. Ja, dat onderscheid heb ik niet heel erg aangestipt over het een goede timer zijn versus of je op tijd bent. Wat we in het onderzoek vaak verstaan als goede timers, zijn mensen die heel precies zijn. En soms zijn ze dan heel precies te vroeg, maar dan noemen we ze nog steeds goede timers. Simpelweg omdat ze hebben dan wel een fout, maar ze zijn heel precies. En dat noemen we de goede timers. Dus ik denk dat over het algemeen mensen met een korte aandachtspanne, wat dan ook de reden daarvoor is, zullen te vroeg reageren. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat ze ook heel insecuur zijn in hun, of onprecies zijn in hun timing. Dus ik denk dat in die zin, het zijn dan wel slechte timers in de zin van dat ze heel consistent dezelfde fout maken. Maar het zijn tegelijkertijd ook goede timers omdat ze daar heel consistent in zijn. Dus dat onderscheid is altijd een beetje lastig om op basis van gedrag te maken. En om op nog meer vogelperspectief antwoord op je vraag te geven. Ik weet niet zoveel over de timing abilities van mensen met ADHD. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze over het algemeen geen aandacht hebben voor de taak. Dus dat al die aandachtseffecten simpelweg van rol zijn als ze een timingtaak doen. Wie heeft er nog meer vragen? Kunnen jullie je hand opsteken? Dan kan ik even inventariseren. Ik heb jou gezien hoor, sorry. Ja. Ja, iedereen wees in één keer. Dan ga ik eerst naar jou. Ja, een beetje aansluiten. Oh, wacht, ik moet hem even aanzetten. Een beetje aansluiten op die andere vraag van net. Is er ook nog een verschil tussen een man en een vrouw? Voor zover jij weet. Geen verschillen die ik met zekerheid zou kunnen toewijzen aan timingsvermogen.
Dus ik denk dat het bijvoorbeeld zo is dat wanneer wij vrouwelijke proefpersonen hebben, die zijn vaak secuurder bezig met het experiment dan mannelijke proefpersonen. Dus ja, dan zijn ze beter in de timingtaak. Maar dat komt eigenlijk omdat ze minder vaak in het experiment zeggen, ja, nou ben ik er klaar mee, ik heb er geen zin in. Dus het is misschien een soort meer een verschil in motivatie wat we vaker zien dan een verschil in precies timingsvermogen. Maar dat is natuurlijk wel, nou ja, de onderliggende problematiek. Want op het moment dat iemand een timingtaak verkeerd doet, het gaat allemaal hand in hand. Zijn ze dan slechte timers of waren ze gewoon niet heel erg goed aan het opletten? Wat ik merk in veel van je antwoorden, je hebt een experiment gemaakt waarin je zo veel mogelijk ruis hebt proberen te verwijderen. Je hebt dat geprobeerd heel geïsoleerd te maken. Maar er komen ook andere dingen bij, want mensen die aan een experiment meedoen, die letten misschien al meer op, die zijn ook met andere dingen bezig, of die hebben misschien het gevoel dat ze voorgelogen worden, dus die zijn alerter vanwege een eerdere ervaring met dat experiment. Dus door die situatie zo te isoleren, kun je meer zeggen over wat er precies in de hersenen gebeurt, maar ook weer minder over wat er in de buitenwereld over de hersenen gebeurt. Mijn handen jeuken, want dit is precies iets wat ik in mijn presentatie had willen stoppen, maar het kostte net te veel tijd. Het hele punt van de MBO-beurs waar ik op aangenomen ben, oorspronkelijk, is Timing in the Real World. Dat was de naam van het project. En de insteek is een beetje dat we allerlei experimenten hebben gedaan die juist niet gecontroleerd zijn. Ik ben alleen zelf een beetje een fundamentalist, dus ik ga automatisch denken in experimenten. Maar we hebben bijvoorbeeld experimenten gedaan bij, dus dat is ook door Robert gedaan, dezelfde die de straffen uitdeelde aan de proefpersonen die te vroeg waren. Die heeft analyses gedaan van gamers die bezig waren met het spel StarCraft 2. Dat is een soort role-playing game waarbij je op een planeet je populatie van je alien soort zo groot mogelijk moet krijgen en dan op een gegeven moment andere aliens moet aanvallen. Daar zitten allerlei tijdsaspecten in de taak. Dus een van de dingen is dat je, er is dan een soort van broedfabriek, laat ik het dan maar even zo noemen, die moet je aanklikken en zeggen, ga van start, ga nieuwe wespen maken of zo. Ik hoop niet dat de StarCraft-spelers in de zaal zijn, want die zullen nu heel erg boos zijn over de termen die ik gebruik. Maar dat duurt dan 30 seconden. En in die 30 seconden zijn die gamers bezig met totaal andere dingen. Maar het is wel in hun voordeel om na die exact die 30 seconden weer terug te komen en te zeggen, oh, nu is hij klaar, ik pik hem op en ik zet hem weer aan. Ik ga weer opnieuw aan de slag en dan ga ik vervolgens zo efficiënt mogelijk andere dingen doen. En dan vinden we in dat soort experimenten hoe aandacht een rol speelt in dat soort taken. Dus die 30 seconden, dat is best wel een lang interval. Als er een oorlogje plaatsvindt binnen die 30 seconden, dan hebben mensen daar niet zo heel veel last van. Maar als er een oorlogje plaatsvindt aan het einde van dat interval, dan ineens vergeten ze de eindtijd in de gaten te houden. Dus het suggereert een beetje alsof dus mensen die klok aanzetten op het moment dat ze zeggen, ga nieuwe wespen maken. En dan midden in het interval zijn ze met totaal andere dingen bezig, maar dat klokje loopt nog steeds door op de achtergrond. En ze kunnen elke keer checken bij hun interne klokje, is het al tijd? Te ja of te nee? En op basis daarvan hun acties aanpassen. En alleen als ze afgeleid zijn aan het einde van het interval, vergeten ze te checken op het juiste moment. Wat grappig dat je begint met timing in real life, en dat het dan om een game gaat. Even tussendoor. Je moet wel op een of andere manier kunnen registreren wat voor proefpersonen indrukken en wat ze allemaal verknoppen, wat hun gedrag is. En een game is natuurlijk wel, het is timing in een natuurlijker habitat voor sommige mensen. Een andere taak die we hebben gedaan, en dat is een iets korter verhaal, is dat we een whack-a-mole experiment hebben geïmplementeerd. Dus dat oude kermisspel dat er steeds mollen omhoog komen, die moet je dan slaan met een hamer. En wat we dan, dat is Josh Salet, PhD-student van mij, heeft dat gedaan. Is dus op 3 locaties komen er mollen op. En dan zie je dat mensen hun bereidheid, de mate waarin ze slaan,
op die mol is afhankelijk van hoe lang het geleden is dat er op die locatie een mol is geweest. Dus dat betekent al dat terwijl ze dus heel druk bezig zijn met slaan, zijn ze al op 3 verschillende locaties aan het bijhouden wanneer is daar voor het laatst een mol geweest. En wanneer verwacht ik dat er een nieuwe mol komt. Dus die preparatiecurves die ik liet zien van een simpel experiment met klaar, start, dat doen mensen dus eigenlijk in 3-voud tegelijkertijd door elkaar heen. En dat vind ik wel ontzettend gave resultaten. Want dat suggereert, dat kan je niet als je maar 1 klokje hebt. Dus dat is weer een extra bijdrage voor het idee van er moeten verschillende klokjes tegelijkertijd lopen op een of andere manier. Dankjewel. Ik geloof dat jij een vraag had, hè? Ja, ik had nog een vraag over die schaatsers, over het starten. Want je wordt dus onbewust beïnvloed door de schaatser die eerder start, of eerder dan jou is gestart. Stel, je bent niet bij die startmomenten aanwezig geweest, of je moet als eerste starten. Zou je dan ook beter kunnen starten of beter kunnen inschatten wanneer je weg moet gaan? Of word je toch onbewust beïnvloed door bijvoorbeeld 2 dagen geleden dat je nog getraind hebt of zo? Ik denk, en dit is speculatie natuurlijk, want ik heb de schaatsers niet gemeten, maar ik denk dat je over het algemeen, op basis van de onderzoeken die we hebben gedaan, dat je beïnvloed wordt een beetje door de trainingen en heel sterk door dezelfde wedstrijd, door de vorige wedstrijd. Want die wedstrijd heeft een veel sterkere contextoverlap met de context waar je nu in zit. En dit gaat een beetje weg van, mijn andere onderzoeksinteresse is van welke geheugens die we hebben beïnvloeden nou ons gedrag. En ik heb dus vrij sterke hypothese dat het heel erg contextafhankelijk is van welke herinneringen je ophaalt die je gedrag aansturen. Dus je gedrag in de wedstrijd zal beïnvloed worden door je herinneringen die je op had geslagen in de vorige wedstrijd. Ook een beetje van de training, want je was nog steeds aan het schaatsen, dus het heeft nog steeds met elkaar te maken. Maar niet van het eieren koken in de ochtend of zo. Van wanneer ging de wekker af? Een vraag uit de chat. Als je het hebt over grip op tijd en controle over tijd, dan denken mensen ook snel aan time management. Mm-hmm. Het goed kunnen inschatten en het goed kunnen managen van tijd. En de een is er altijd veel beter in dan de ander. En de ander kijkt met jaloezie vaak naar de een, naar hoe goed hij dat kan. Van Willigenburg vraagt, waar ligt het aan dat de een beter is in het inschatten en managen van tijd dan de ander? Weet je dat? Ik denk dat het teleurstellend weinig te maken heeft met je timingsvermogen. Dus wat ik in al deze experimenten zie als het inschatten van die intervalletjes of het inschatten van hoe lang iets duurt. Ik denk dat dat maar een heel klein deel is van het verhaal wanneer je het hebt over, ja, die is altijd te laat op de afspraak. Ik denk dat het simpelste manier om vaker op tijd te zijn is simpelweg om een horloge te kopen en jezelf aan te wennen om heel vaak op een horloge te kijken. En dan vanzelf, zelfs als je een heel slechte timer bent, zul je gewoon een week lang ervaring opdoen met, oh, dus dat was 10 minuten. Oh, dus dat was 20 minuten. Dat is handig om te weten. En dan vervolgens heb je dus 2 keer voordeel. Het ene is dat je het automatisme ontwikkelt om de tijd bij te houden. En het andere voordeel is dat je beter leert hoe lang bepaalde taken je kosten. Dankjewel. Nog een vraag. Als je een vraag hebt, mag je je hand opsteken. Hier voorin. Ah, ja. Dit wordt dan de laatste vraag van de avond en dan sluit ik hem af. Top. Nog een beetje een filosofische vraag. Die had ik eigenlijk al je hele lezing. Maak je in je onderzoek of in het veld onderscheid tussen bewustzijn en onbewustzijn? Want nu wordt dat voortdurend zeg maar, op een hoop gegooid. Dus je hebt het over mensen die zijn goede timers of niet goede timers enzovoort. Terwijl voor mijn gevoel gaat het veel meer om allerlei processen die in ons onbewustzijn, doe ik ook even tussen aanhalingstekens, plaatsvinden. Die waar ik geen invloed op heb. Dus er in mij, als ik bijvoorbeeld ga zappen tijdens tv kijken in een reclameblok, dan ben ik in mij, heb ik steeds impulsen van nee, nu moet ik terug. Nee, ik kan nog even naar die. Nee, nu moet ik terug. Nee, ik kan nog even. Dus dan, maar dat zegt dus niet iets over mij, zou ik zeggen, als persoon, als bewustzijn, maar meer over die klokjes of hoe we dat dan ook noemen, die entiteiten in de rest van mij.
Wordt dat onderscheid gemaakt of is dat echt alleen filosofie? In de psychologie is er gewoon één autonoom persoon die alles bewust zou kunnen en doen. We maken meer onderscheid tussen, en het lijkt er heel sterk op, maar ik maak in elk geval heel vaak onderscheid in de dingen waar proefpersonen zelf controle over hebben, dus die in lijn zijn met hun doelen en wat ze willen. Als je bijvoorbeeld tegen ze vertelt, vanaf nu geldt de associatie flits is vroeg, toon is laat, nu geldt dat niet meer. Ik vind het een heel interessant onderscheid dat een proefpersoon die instructie kan lezen, heeft geen enkele reden om daaraan te twijfelen, maar kan er niks aan doen. Krijgt onbewust nog steeds die invloeden van het verleden met zich mee. Dus ik denk dat inderdaad dat onderscheid, dat wordt wel degelijk gemaakt. Alleen het ligt wat meer, we proberen dan bewustzijn een beetje een definitie te geven door de dingen waar je wel controle over hebt en de dingen waar je geen controle over hebt. Op een iets meer tijdsperceptieschaal zou ik nog kunnen zeggen dat het probleem van bewustzijn is misschien wel het antwoord op waarom we maar naar één klokje luisteren als we al die klokjes hebben. Waarom kunnen we die informatie niet integreren en samen mee laten wegen? En dit gaat een beetje ver, maar je ziet... Je ziet heel veel in bewuste ervaringsstudies dat mensen gelimiteerd zijn tot één interpretatie van de werkelijkheid tegelijkertijd. Dus als je bijvoorbeeld experimenten doet waarbij iemand een bril op heeft, waarbij je aan het oog twee ogen verschillende beelden aanbiedt, dan kiezen ze welke van de twee ze zien. Tellen ze niet op. Dat soort, wanneer je conflicterende informatie aanbiedt aan het brein, wat echt maar één interpretatie. Of die combinatie van interpretaties, dat kunnen we niet. In plaats daarvan bestaat bewustzijn als het ware uit het kiezen welke interpretatie nu de voorkeur heeft. Een beetje ik wou dat ik een plaatje had, maar de Necker Cube is daar een voorbeeld van. Zo'n raamwerk van een kubus en soms zie je hem zo en soms zie je hem zo. En dat zijn twee verschillende interpretaties van dezelfde kubus die je uit zo'n lijntekening krijgt. En je brein kan ze niet tegelijkertijd zien. Ondanks dat de informatie voor beide interpretaties is er gewoon. Dat is een beetje, als je gaat kijken naar onderzoek naar bewustzijn, is dat wat mij in elk geval opvalt, is dat het steeds terug lijkt te komen dat wanneer er conflicterende interpretaties zijn van de situaties, is er altijd maar eentje dominant. En ik heb het idee dat dus tijdsperceptie hetzelfde probleem heeft. Namelijk, we hebben heel veel verschillende klokjes, maar we moeten op een gegeven moment handelen, dus we kiezen één interpretatie. Het zal wel 3 seconden zijn geweest. En daarna komt dus al die andere informaties van de andere klokken die zeggen, nee, was het helemaal niet, zo voelde. Maar dan voelt het nog steeds alsof je gehandeld hebt naar de juiste tijd. Maar er zijn nog veel meer bronnen van informatie beschikbaar waar het brein wel wat mee doet, maar niet bewust. Toch geëindigd met het bewustzijn. Mag ik een applaus? Dankjewel Wouter, super fascinerend verhaal. Heel erg bedankt voor je verhaal en je antwoord. Jullie heel erg bedankt voor jullie vragen. Mensen thuis bedankt voor het kijken, bedankt voor jullie vragen. Fijn dat die ook door zijn gekomen. Een hele fijne avond gewenst. We hebben met Studium Generale nog meer op het programma sg.uu.nl. De tijd is eventjes een thema nu voor het verleden, maar we gaan het nog wel hebben bijvoorbeeld over drugs in Nederland en slavernij. Vanavond gaan we het misschien helemaal nergens meer over hebben. Wel thuis. Bedankt voor jullie aandacht.